leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ga vandaag de Momo make-up lijn testen. Voor als je nieuw bent op mijn kanaal, super leuk dat je kijkt. Ik ben Floor en ik maak elke dinsdag en vrijdag video's. En die komt dan ook online op mijn YouTube kanaal. Momo make-up dus. Sinds gisteren is dat te koop natuurlijk in de Kruidvat. Nu ik dit film is het dus gisteren, dus maandag. En ben ik naar de Kruidvat gegaan, heb ik het gehaald en gekocht. Ik ben heel erg benieuwd hoe het is. Mocht je het niet kennen, Momo is van Danique en Monica, hun sieradenmerkje. En ze gaan dus nu ook volgens mij eenmalig make-up uitbrengen. Ik weet niet of het altijd te koop is. Maar goed, ze hebben dus make-up uitgebracht. En die heb ik gehaald, alles. En getest. Dus ben jij benieuwd of het je geld waard is. En of het gewoon mooie producten zijn. Blijf dan zeker even kijken naar deze video. Want ik ga deze producten testen. Kleine disclaimer, ik ben absoluut geen make-up expert, guru, iets. Ik doe het gewoon omdat ik het leuk vind. Ik smeer het op en als ik het fijn vind, dan vind ik het fijn. Betekent niet dat het ook fijn is voor jou. Laten we beginnen. Nou, ik zit hier lekker make-uploos en als jullie dit zien, was het dus gisteren, dus maandag. En toen ben ik dus vanochtend naar de winkel geweest om te kijken of ze het al hadden liggen. Want het was dus vanaf gisteren te koop. En ik was benieuwd of het er al lag en of het er überhaupt nog was, hè? Want je weet het nooit. En dat lag er. Dit was de stelling die ik aantrof en ik was heel erg benieuwd naar welke producten ze eigenlijk allemaal hadden. Nou, wat hebben ze nou eigenlijk? Ze hebben drie verschillende soorten make-up tasjes. Ik heb er twee uiteindelijk gekocht, puur omdat ik het anders zonde vind. Ik ga het nu even uitleggen. Je hebt dus drie tasjes. Nou, dit is de eerste die ik heb gehaald. Daarin zit een nude lipstickje. Er staat hier achterop een nude highlighter. Dus dat is deze. Een zwarte mascara. Dus dat zit in één ding. En die is €14,95 geloof ik. Ik ben heel erg benieuwd. Dus dit is een setje die je kan kopen. Dit is het eerste setje wat ik heb gehaald. Toen zag ik dus nog meerdere beauty kitjes. Precies hetzelfde, maar dan met volgens mij een andere highlighter. Want deze heet Red Highlighter. En toen ik deze plaatjes naast elkaar hield, vond ik deze iets warmer dan de ander. Dus ik denk andere highlighters. Weer een matte liquid lip, maar dan in het rood. Die wilde ik heel graag testen, want leek me leuk voor de feestdagen. En een zwarte mascara. Dus ik dacht, ik kan ook nog wel het derde kitje halen. Die heeft waarschijnlijk dan ook net een andere highlighter. Maar dan krijg ik weer een highlighter. Weer een zwarte mascara. En dan een soort metallic lipgloss. Of een liquid lip. Metallic. Dus ja, ik vond het een beetje zonde, want dan had ik alles dubbel. En ik dacht, ja, weet je, we doen het gewoon met deze twee kitjes. Dus die twee ga ik testen. Buiten is goed. Gezond blijven is ook goed. Nou, echt. Waarom gaat mijn serie altijd aan? Het is echt verschrikkelijk. Nou, vervolgens zag ik nog meer liggen. Ik heb dit ook nog gehad. Een pre-make-up mask glow. En ik dacht, wat is dit dan? Maar ik vind trouwens de verpakkingen wel heel erg mooi uitzien. Even een side note. Het is gewoon zwart allemaal. Ziet er gewoon echt best wel luxe uit. Een matte flaconnetje. Heel erg mooi. Maar goed, een make-up mask glow. Dus ik dacht, hé, wat is dat dan precies? Dus ik ging achter lezen en er staat op. Breng een dunne laag van een masker aan op het gezicht en de hals. Laat 10 tot 15 minuten intrekken en breng vervolgens de make-up aan. Dus ik dacht, oh, dit zijn gewoon een soort, ja, primer, basis met een mooie glow krijg je ervan. Dus deze heb ik gehaald. Je hebt hem ook nog in een matte versie. Maar die heb ik niet gehaald omdat ik dat absoluut niet nodig heb. Ik heb liever een subtiel glowtje dan een mat hoofd. Dus ik heb deze gehaald, maar weet dat er dus ook nog een matte versie is. Dan hadden ze deze nog liggen. Wat ik wel opviel is dat de dop overal eraf lag. En ook bij de kassa viel hij er weer af. Dus deze dop zit echt heel erg los. Dus pas daar wel voor op. Maar dit is een Eye Lip Face Balm. En ik dacht, hé, wat is dat nou? Dus ik ging weer lezen. En er staat op, kan gebruikt worden om de wenkbrauw in vorm te houden en te brengen en als lipgloss. Zo staat het er. En te brengen en als lipgloss. Creëert highlights op wangen, oogleden en schouders en verzorgt en verzacht droge plekjes. Dus dit kun je smeren in je wenkbrauwen, als lipgloss, als highlights op je wangen, op je oogleden en op je schouders. En het verzorgt en verzacht. Dus ik ben heel erg benieuwd. Het is echt zo'n pompje. Ik, ja, weet niet echt of ik het zo overal ga smeren. Maar ik ga het zeker proberen als lipglossje of iets. Dus die. En dan het laatste wat ze hebben is nog een setting spray. Ik heb weer de variant glow gekozen. Maar je hebt dus ook de variant mat. Dus een matte setting spray. Weet dat hier dus ook weer twee varianten van zijn.
Goed, dat is dus eigenlijk wat ze verkopen. Je kan het ook gewoon op de site op Kruidvat zien. Daar kun je het ook bestellen. Ik weet niet of alles er nog is natuurlijk als jullie dit zien. Maar ja, dat heb ik gehaald. Eigenlijk gewoon alles behalve dus dat ene setje minder met die metallic lip. Ik ga lekker een herfst make-up lookje maken met deze producten. Ik ga het testen, ik ga het aanvoelen en ik ga kijken of het je geld zeker waard is. Uiteindelijk heb ik voor deze producten €61,75 betaald. De beauty kitjes kosten €14,95. De lipbalm die je overal kan opsmeren kost €12,95. Oh, vind ik nog best prijzig eigenlijk. De setting spray is €12,95 en de foundation €5,95. Ik heb toch geen foundation? Ik denk dat ze dan die masker bedoelen als foundation. Maar die is in ieder geval €5,95. Dat is raar. Heb je nou zin in deze video? Doe dan zeker even dat duimpje omhoog en abonneer je op mijn kanaal. Dat vind ik heel erg leuk. En dan gaan we lekker een herfst make-up lookje maken. Ik heb er helemaal zin in. Ik heb mijn dagcreme al opgedaan en ik ga gewoon beginnen met die masker, glow masker. Die ik 10 tot 15 minuten moet laten intrekken. Dus die ga ik opdoen. Oh my god. Oeh, het ziet er best wel mooi uit. Het lijkt inderdaad wel een foundation. Dit is het. Het ziet een beetje bruinig uit en er zit echt een hele mooie glitter in. Ik ben benieuwd, ik smeer het erop. Volgens mij heb ik veel te veel. Oké, ik doe wel eerst een beetje. Ach, ik smeer het gewoon allemaal op. Hoe meer glow, hoe beter. Ik moet toch intrekken. Het voelt heel erg lekker aan op de huid. Echt heel zacht. En het ruikt kapot lekker. Oh. Echt heel lekker. Beetje een mannelijk geurtje, maar ook wel een beetje zoet. Echt top. Ik hou daarvan. Voelt ook helemaal niet plakkerig aan. Heel klein beetje. Chill zeg. Oeh, deze vind ik heel fijn. Nou, dit laat ik lekker even intrekken en dan kom ik zo bij jullie terug. Goed, dan ben ik weer. Ik heb het even 10 minuutjes laten intrekken. Je moet 10 minuten tot 15 minuten, maar even 10 minuten helemaal prima. Dit is wat ik nu zie. Ik zie wel degelijk echt een hele subtiele glow. Heel erg mooi. Maar ik ben benieuwd als ik mijn foundation erop doe hoe het er dan uitziet. En het voelt ook helemaal niet echt plakkerig. Het voelt eigenlijk heel erg zacht en verzorgd. Dus ik ben eigenlijk heel erg te spreken over dit product. Ik vind het wel echt een chill product. Dus we gaan de foundation op doen. De foundation en zo zit hier natuurlijk allemaal niet bij. Dus ik kom zo bij jullie terug als ik mijn basis erop heb zitten. Goed, ik heb mijn foundation erop zitten. Ik ga het straks helemaal contouren en een beetje warmte in mijn gezicht aanbrengen. Maar ik dacht, ik denk dat dit het perfecte moment is om even kijken waar staat die deze. De Eye, Lip en Face Balm te gaan gebruiken. Ik wil hem niet als highlighter gaan gebruiken, want daarvoor hebben we natuurlijk die poeders. Die wil ik wel heel graag testen, maar er staat ook dat het aan te brengen is als een lipglossje. Dus ik dacht, die brengen we aan en dan doen we daarna die liquid lipstick op. Het is dus een pompje, dus ik doe het gewoon op mijn vingertje of zo. Komt die, denk ik. Oeh, zo, het is dik. Dit is de substantie. Ik weet niet zo goed wat ik van dit product zo vind of zo. Ik zou dit nu niet hier zo aanbrengen. Maar goed. Deze kost dus €12,95. Best prijzig. Ik ben benieuwd. Oeh. Hij smaakt in ieder geval heel vies. Zo, mijn lippen zijn rood. Een spookje zo. We gaan het straks fixen, maar ik weet niet zo goed wat ik hiervan vind. Het voelt niet per se als een lipgloss. Het voelt eerder als heel veel vaseline wat ik nu op mijn mond heb gesmeerd. Het is ook best wel dun. Niet heel dik. Dat vind ik op zich ook wel chill. Het voelt wel heel verzorgend, maar ja, ik weet niet. Ik zou het sowieso niet echt als een lipgloss dragen, want het gaat er zo af. Omdat het zo dun is. Het voelt eerder gewoon als een vaseline, hè? Ja, ik weet niet zo goed. €12,95 voor dit product. Ik zou eerder gewoon een potje vaseline kopen. Kun je ook in je wenkbrauwen smeren, kun je ook op je lippen doen. Gemengde gevoelens over deze. Goed, ik heb een beetje de basis erop gesmeerd met mijn make-up producten die ik altijd gebruik. En nou kan ik dus in principe die lip face balm in mijn wenkbrauwen gaan smeren. Maar mij lijkt het toch helemaal niet tactisch. Want ik heb allemaal poeder op mijn wenkbrauwen. Dus ik dat dan nu met zo'n dun lippenbalsem iets ga doen, dan smeer ik toch alle poeder weg. Dus ik denk eerder dat het echt bedoeld is voor je wenkbrauwen. Als je echt zo'n mooie bos wenkbrauwen hebt. Als je het niet hoeft in te kleuren en dat je het dan lekker omhoog doet. Wat heel veel mensen dus met een zeepje doen. Dat je dat met dit kan doen. Dus niet per se voor mijn
karige wenkbrauwtjes. Het is tijd voor de highlighter. En we hebben natuurlijk twee highlighters. Ik heb de nude highlighter en de red highlighter. Nude highlighter voor in het nieuw paletje of pakketje, zeg maar. En de red highlighter die zat in het rode pakketje. Ik ben benieuwd of er echt een verschil in zit. Holy moly coly. Ja, er zit zeker verschil in. Oh, die red highlighter is veel te rood voor mij. Lijkt wel een blush. Dit zijn de highlighters. Dit is de red highlighter en dit is de nude highlighter. Deze ziet er echt super mooi uit. Deze is toch echt veel te rood voor mij, maar ik ga het gewoon testen. Oké, lijkt me leuk om even te swatchen. Ik ga die red highlighter nu swatchen. Het is een beetje een perzikachtig met een hele mooie gouden glans. Goed, de red highlighter. Holy coly. Wow, ik vind het gewoon een oogschaduw. Ik ben denk ik veel te bleek of zo voor... deze, maar is wel echt super mooi als oogschaduw. En natuurlijk de nude highlighter. Even met een andere vinger. Daar komt ie. Oeh, die vind ik heel mooi. Nude highlighter ziet er echt prachtig uit. Dus we gaan gewoon allebei opsmeren, want we zijn hier om het te testen. We beginnen met de nude highlighter en die ga ik aan deze kant aanbrengen. Holy moly. Zo, die ziet er goed uit. Dat is wel jammer dat hier geen spiegeltje of zo in zit. Wauw, oh die vind ik mooi. Ja, dit is echt helemaal mijn highlight. Ik vind deze echt super mooi. De pigment ziet er super goed uit. Hij ziet er ook heel subtiel uit. Je hebt ook van die Essence & Catrice highlighters, no offense. Maar die hebben best wel grote, sommige, best wel van die grote chunk glitters. En ik vind het mooi als het subtiel erop komt. En deze zit er echt subtiel op. Je ziet echt niet van die chunk glitters er allemaal op zitten. Heel erg mooi vind ik die. Goed, ik ben een beetje bang, maar we gaan nu de red highlighter doen. Ik ga dit zo verpesten, deze kant. Oh. Oh, dit valt me nog echt reuze mee. Ik dacht, ik krijg nu echt een rode vlek van hier tot Tokio. Oh, ik vind hem eigenlijk nog best wel heel erg mooi. Ik denk dat als je een iets getinte huidje hebt, dat dit zo'n mooie highlighter is. Hij is wat aan de gouden kant. Ook weer een hele mooie subtiele glow. Of nou ja, er zit echt zeker een glow. Maar niet te veel chunks. Een klein rode gloed heeft hij erbij. Maar dat valt ook niet anders te verwachten natuurlijk. Maar echt heel erg mooi. Top zeg. Heel mooi deze producten. Goed, dan is het tijd voor de setting spray. De glow setting spray. Ik ben benieuwd hoeveel glow die afgeeft. We gaan het gewoon zien. Ik ga hem sprayen. Oh my god. Er kwam echt een hele harde straal uit. Oh, heel hard. Wow. Oeh, die geur. Oh. Ik zou absoluut je ogen dicht houden. Het gaat een beetje prikken. Oeh. Zo. Maar die zitten wel hoor, die spray. Jezus. We gaan het even laten intrekken. Ik weet niet of je het kan zien, maar hier kwam helemaal een straal. En het droogt nu ook als een straal zo op of zo. Dus dan ga ik even een beetje deppen, anders krijg ik echt zo'n vlek. Holy shit, die highlighter nu met die glow spray is echt insane. Nou, de spray is ingetrokken. Ik vind hem heel erg hard. Dat vind ik persoonlijk zelf niet fijn. Maar het resultaat mag er zeker zijn. Ik ben benieuwd of het ook echt zo de hele dag nu blijft zitten. Het is tijd voor de ogen. Ik ga mijn wimpers even krullen en dan is het tijd voor de mascara. Een klein beetje mijn ogen verder opgemaakt. Het is natuurlijk wel een fall look. Dus een beetje rood, een beetje bruin. Het wil absoluut niet lukken met de eyeliner. Normaal heb ik het gewoon zo erop. Maar nu zat ik echt een beetje te kutten. Dus het is een beetje, die is langer dan die. Maar goed, don't mind that. We gaan lekker door naar de mascara. De mascara is allebei gewoon zwart. Verder is die hetzelfde. Dus ik heb er gewoon eentje gepakt. Het is dus wel een beetje mini. Maar ik ben heel erg benieuwd naar een borsteltje. Oh, top. Dit vind ik wel echt fijne borstels. Het is een beetje van dat siliconen en dan heel erg dun. Dat vind ik echt heel erg fijn. Je hebt ook van die heel veel van die mascara borsteltjes die alle kanten op gaan. Dat is totaal niet praktisch voor mijn wimpers. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik ga even iets naar voren. Ja, laten we het opdoen. Ik weet niet of je het kan zien. Ik vind het een beetje spinnenpootjes. Het is heel erg dik. Ik heb nu één laagje aangebracht. En ik weet niet, er komt heel veel product af en de haartjes zijn dan net iets te kort. Waardoor je niet te veel of niet goed genoeg kan verspreiden ofzo. Zo'n gevoel krijg ik. Onderwimpers.
Oh nee. Nee, ik vind het echt niet mooi. Oh shit. Oké, ik heb nog geprobeerd met de spoelie een beetje door te kammen. Maar dit is gewoon net niet helemaal mijn mascara. Misschien voor jou wel. Ik vind ook dat mascara voor iedereen persoonlijk is. De een vindt dunne borstels fijn, de andere van die weerwarborstels. Maar ik vind dat er net iets te veel product afkomt die je niet goed genoeg kan, ja, geleiden, kan verspreiden ofzo. Het komt best wel snel zo op je wimper en dan krijg je echt van die spinnenpootjes. Dus nou, op zich van een afstandje ziet het er nog prima uit. Maar niet helemaal mijn mascara. Goed, dan is het alweer tijd voor de lippen. En ik wil afsluiten met de rode. Dus we gaan beginnen met die Nude Liquid Lip. Die zit dus in dat setje. Er zitten 3 items in. En het kost dus 14,95. Laten we zeggen 15 euro. Dus dat wil zeggen dat elk product ongeveer 5 euro is. Ik ben benieuwd. We gaan beginnen met de nude. Ik vind dit een hele mooie kleur. Ik vind de flacon ook heel erg mooi. Ik hou heel erg van nude. Ik draag eigenlijk alleen maar nude. Dus ik ben benieuwd hoe deze opdroogt ook. Ik pak er even een spiegel bij. Wauw, ik vind deze super mooi. Hij brengt echt super makkelijk aan. Het voelt echt een beetje als boter. En ik ben benieuwd hoe die opdroogt. Hij voelt totaal niet plakkerig. Oeh, hij droogt al mat op, zie ik. Ik heb het niet zo netjes gedaan, maar goed. Heel netjes aangebracht. Dat was een beetje jammer voor mezelf. Maar hij voelt super chill. Hij gaat echt heel fijn over je lippen. Echt een beetje als boter. En het droogt super mat op. Echt heel erg mooi. Kusje geven. Gaat niks van af. Zoals je kan zien. Dus dat is echt top. Hij geeft totaal niet af. Echt mat. Super mooi vind ik hem. Wauw. Heel erg te spreken over de highlighter en over deze. Dan is het tijd voor de rode. Dat is natuurlijk iets gewaagder. Dus dan ga ik deze afhalen en deze opsmeren. Ik ben benieuwd of deze goed afgaat. Goed, ik ga hem even afhalen. Ik heb hier een make-up doekje. Hij zit dus echt wel lekker mat opgedroogd. Niet vervelend of zo. Het voelt helemaal niet droog aan. Het voelt echt super goed aan. Daar ben ik echt super blij mee. Dus ik ben benieuwd hoe die eraf gaat. Oh, dat gaat ook echt super makkelijk. Oh, ik vind dit een top product. Goed, een klein beetje foundation weer overheen gedaan. Anders is het allemaal zo rood. We gaan nu door met de rode. Oh, ik heb jeuk. Ik ben heel erg benieuwd. Eigenlijk moet je dit met een liplinertje doen. Maar we gaan het gewoon proberen. Ik hoop dat deze net zo mooi is als die van net. Oeh. Gaat super mooi over je lippen weer. Echt super zacht. Ja, ik draag nooit rode lippen. Maar wauw, deze vind ik ook echt heel mooi. Het is wel echt klassiek rood. Het is niet bordeaux rood. Echt klassiek rood. Ik vind het best wel heftig ofzo. Want ik draag het nooit. Maar hij droogt weer helemaal mat op. Hij gaat echt als boter erop. Wauw, de dekking is echt super mooi. Oh, ik ben echt heel blij met deze lipdingetjes. Goed, mijn make-up zit erop. Is het je geld waard? Wat is mijn favoriet? Wat vind ik ervan? Ik ga het jullie vertellen. Ik vind het echt wel heel erg mooi hoor. Ik vind mijn favorieten echt absoluut deze lipdingen. Ik vind het zo insane hoe mooi dit erop gaat. Hoe mooi het opdroogt. De pigmentatie is echt niet normaal. Ja, ik ben helemaal blij met deze dingen. En de highlighter, die nude highlighter, vind ik echt heel erg mooi. De setting spray vind ik heel erg hard. De geur die eraf komt is heel sterk. Ik ruik het gewoon nu nog steeds. En ik weet niet of ik het zo lekker vind eigenlijk. Word er zelfs een beetje misselijk van. En die lip ding en wat je ook in je wenkbrauwen kan doen vind ik voor 12,95. Ik weet niet zo goed. Die voel ik niet zo. Maar die glow trouwens als basis vind ik ook super mooi en fijn. Dus eigenlijk ben ik echt te spreken over de producten. De mascara is ook niet helemaal mijn ding. Maar echt top hoor. Super mooi. Voor de prijs krijg je echt hele mooie dingen. Ik zou absoluut die basis aanraden. En dat setje met die mascara, highlighter en lippen. Want dat is echt heel erg mooi. Nou, dat was dit alweer de video. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Doe zeker even een duimpje omhoog als jij hem leuk vond. En abonneer op mijn kanaal. Ik ben benieuwd als jullie de producten hebben getest. Wat jullie ervan vinden. En wat jullie favoriete product is. Ik ben eigenlijk echt positief verbaasd. Dus dat is echt top. En ik vind dit ook echt een mooie kleur. Ik ga deze lekker ophouden de hele dag. Helemaal leuk. Dus ja, heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. En ik zie jullie tot de volgende video weer. Doei doei!